Het maken van een PLC-programma. Ook hier beginnen we weer met Simulapage in te voegen en met het vermogensschema op te bouwen. Numeric, actuators, cylinders, double acting, sensors. We plaatsen die van boven. In de sensor benoem ik die met SNO. Andere sensor. In de sensor dubbelklikken. SA1. De labels moeten dezelfde benaming krijgen. Zijn de SNO en SA1. En de cilinder krijgt de naam cilinder. Zo. Snelheidsregelaars erbij. Die vinden we bij flow control. Throttle one way. Opening van 20% bijvoorbeeld. En ik knip. Ik kopieer en plak. Copy paste. Rechtermuisknop. Zo. Een 5-2 ventiel. Vinden we bij directional valves. 5-2. Electrical control. Is een bistabiele. Maar ik wil die zuivere elektrische bediening vervangen door een elektropneumatische. Zowel links als rechts. En ik benoem met Y1 en Y2. Is ook niet zichtbaar in de tekening, dus zet ik dat als tekst bij. Rechtermuisknop in het veld. Add an object. Other. Nee, dan is het draw. Ja, draw. Tekst. Dubbelklik. Y1, netjes naast de ventielspoel, copy, paste, en ik verander hem nog in Y2. Verbinden, tussendoor klikken betekent ik maak de bocht, nog eens klikken en afwachten op de rolls, en klaar. Nu, de pneumatische voeding, de persluchtaansluiting, doe ik met Numeric. Flow lines, pressure source. Zo. Twee dempers, rechtermuisknop, add an object. Die vinden we bij accessory, silencer, roteren, 90 graden, altijd uurwijzers in. Copy. Copy, paste, Zo. Dat wat het vermogensschema betreft. Cilinder A staat heel vervelend, dus die ga ik proberen te dissociëren. Ik ga die daar zetten. Zo. En ik groepeer ze terug. Rechtermuisknop, group. Zo. Ik wil een beetje plaats maken voor de PLC die ik nu ga invoegen. Rechtermuisknop, add an object, electric, accessory, connections, contacts need links, output, component, bij others, ja. 16 inputs, 16 outputs, met common outputs. Zo, we gaan hem iets kleiner zetten, dat we een mooi zicht hebben. Zo. Dus een PLC met van onder de inputs, van boven de outputs. Gratis een 24 volt aansluiting. Hier, waarop ik kan aftakken naar inputs die dan hun weg gaan vinden naar de individuele inputs op de PLC. Vandaar hier zie ik een C, dat is een common. Dat wil zeggen, ik moet eerst hier 24 volt op aansluiten en die plus, die dient dan voor alle outputs te voelen. Dus ik ga beginnen met mijn inputs te tekenen. De bedoeling is dat als ik op een startknop duw en mijn cilinder is binnen, dat mijn cilinder een uitgaande slag maakt,
Als hij uitkomt in de uitstand, dus SA1 detecteert de magneet in de zuiger, dan maakt hij automatisch terug een teruggaande slag. Dus ik heb in mijn beleving 3 inputs, een startknop en 2 sensoren. De startknop vind ik bij Electric Contacts. Even zoeken. Deze. Rotation 270 graden. Bij input 1. Add an object. Proximity switch. Nou, zo. Ook hier roteren 270 graden. Ik ga die SNO benoemen. En ik ga die kopiëren, plakken. Maar dan SAE. Dus, kort samengevat. Deze SA0 stelt deze sensor voor, deze SA1 stelt die sensor voor. Deze benoem ik nog met start. En we gaan verbinden. Inputs zijn klaar. Outputs heb ik eerst, zoals gezegd, een 24 volt plus nodig. Bij power sources, deze. Op de kammen. Zo. Spoelen. Output components. Solenoid. Ja. Roteren 270 graden. Bijvoorbeeld op output 1. Copy. Paste. Bijvoorbeeld hier. Benoemen met Y1, deze met Y2. Verbindingen maken. Output 1 hangt Y1. Output 4 hangt Y2. Met andere woorden, als output 1 hoog wordt, maakt de cilinder een uitgaande slag. Als output 4 hoog wordt, maakt de cilinder een ingaande slag. We gaan nog een gemeenschappelijke 0 moeten installeren. Bij power sources. Deze. Zo. En aansluiten. Dan is bij schakelen de kring gesloten. En kan er sprake zijn van een stroom. Goed. Mijn vermogensschema lijkt klaar. Het enige wat nu ontbreekt is daar een programma achter steken. Een programma kunnen we niet in de Simula-page gaan invoegen. Wij hebben daar een apart item voor in de folders. Rechtermuisknop Add a new folder benoemen met ladderdiagram. Oké. En hier kunnen wij het programma maken. Wij kunnen hier met de rechtermuisknop kiezen voor een assistant. En met die assistant kunnen wij heel snel een bepaald stuk van een programma selecteren. We hebben hier nu bijvoorbeeld een AND-verknoping van 2 inputs, 2 contacts en 1 output. Dus we daar overal gekozen hebben een OF-functie. Maar het gaat in dit geval regel 1 om
een aanverknoping. Goed. Regel 2. Gaat de ladder met één contact. Zo. De bedoeling is, als ik op start duw en de cilinder is in, dat de cilinder naar buiten gaat. Dus even kijken waar alles op is aangesloten. Als input 1 en input 2 hoog worden, zal output 0 een plussignaal moeten krijgen, output 1. Input 1. Oké. Input nummer input 2. En bij output is het output 1. Zo. Output 1, input 1. Input 2. De tweede lijn vormt zich door. Als input 3 hoog wordt, zal output 4 een hoog signaal moeten krijgen. Dus we hadden hier ladder 1 contact. 1, zo. Input 3. Output 4, output number, dubbelklik, output 4. Zo. Op de go-toets leert ons dat SN0 al bediend is, want de cilinder staat langs de andere kant op druk. SN0 is dus bediend en dat zien we hier ook in ons vermogensschema, die ligt op. In het ladderdiagram zien we dan ook dat input 2 een hoog signaal heeft. Duwen op start gaat de cilinder een uitgaande slag laten maken. Als die buiten is, komt Y2 op spanning. Kunnen we ook volgen in het ladderdiagram. Input 3, output 4 wordt even hoog, omdat het een bistabiel karakter heeft. Ook in het ladderdiagram kunnen we dat hoog maken.